bezorgd is. Yay! Ja, het spoedje zit erin. Zometeen gaat dit zo. Oeps. Ook een leuke kleur op de muur, roze. Nu ga ik dus voor het eerst doen wat ik eigenlijk wekenlang heb vermeden. Zo, ik ben in het huis. Ik heb een paar afspraken gehad. Kijk, het hele huis heeft dit soort plafonds. Ik zal het even goed laten zien. Dus overal zitten al van die latjes en die rastertjes op. Dat vinden wij niet het mooiste, dus we hebben besloten om het overal uit te halen. En dat is ook goed, omdat onder die plafond zit allemaal super oude elektriciteit. Soms zelf een muisnest bijvoorbeeld. Dus dan ziet het er zo uit. En dan doen ze er isolatie tussen. Dat zie je daar. Het ziet er nog helemaal lelijk uit, maar zometeen gaat dit zo, oeps, schuin dicht. En dan wordt het allemaal glad gestukt. Isolatiemateriaal begint er tussen te komen. Kijk, het plafondje gaat erin. En het is heel belangrijk, omdat morgen zijn de kinderen er weer. En dat isolatie is een beetje rotspul, is niet zo lekker voor je longen. Dus het moet dicht zijn voordat de kids er zijn. Gaan ze gewoon fixen, die gasten. Thomas, Marius! Everything okay? Oké. Het is vet gezellig, want we lunchen elke dag met de Polen. En die hebben allemaal hele nice post dingetjes. Ja. Thomas, show us the meat. Wild boar. The wild boar. The ogurki. And they eat like butter. En ze eten zoveel boter. Dit zijn echt mijn gasten hoor. Werken door, eet veel boter. Love them. Dan gaan we even helemaal niks doen wat met verbouwen te maken heeft. Ik heb er gewoon geen zin in. Dus, ik heb kauwgom! Ja, is verdiend bij de juffie omdat ze vandaag zo goed haar best heeft gedaan op school. Mamie, hoe was jouw dag? Leuk. We zijn in de hel. Niet de verbouwhel, maar het kinderparadijs hel. Vina heeft iets voor mij in petto. Wat gaan we doen? Van de hoogglijbaan af. Kijk, Martina staat weer op een krukje. Voor de herbouwwerkzaamheden. Herbouwwerkzaamheden. Ja. Het is heel fijn om weer nieuwe kleren aan te hebben. Ik heb nog steeds geen nieuwe kleren in de verbouwsituatie. Jongens, was het zwaar met mij? Ik ben kapot. Ja, hè? Dat is niet normaal. Ja. Ik ga direct slapen zo. Kijk. Zoiets. Lekker fris en fruitig. Ook een leuke kleur op de muur, roze. Allemaal vrolijke plaatjes. Ja, zo zie je maar. Het zijn allemaal leugens. Nou, aangezien ik de afgelopen tijd alleen maar te snijden ben geweest. Echt? Vanwege de verbouwing. Ja, ik denk dat ik heb ontbeten met stroopwafels, lunch met roomijs. En daarna misschien ook nog een light in mijn bekken gestopt voor ik in slaap. Sander is er. Sander die gaat met mij een beetje trainen, want... Het is nodig, zei ze. Ik ben een soort van katrolletje geworden. Overal. Ik kan een ringetje om. Maar we gaan hier trainen, in de toekomstige keuken. Ik heb dus nu getraind. En nu ga ik dus voor het eerst doen wat ik eigenlijk wekenlang heb vermeden. Namelijk douchen in het tuinhuisje. En dan moet je eerst door het weiland heen. En dan staat daar een soort douche-situatie dingetje. Oh. Douche. Het werkt. Nou, ik ben gedoucht. Ik heb mijn pyjama aangetrokken. Als het goed is, over 2 weken kunnen we gewoon normaal douchen in het huis. Dus dan is deze kampeersituatie voorbij. Goedemorgen, kijk eens wie we daar hebben. Goedemorgen. De badkamer. Hoe schoonheid. Specialist. Ja. Kwam er even niet uit hoor, het is vroeg. Goedemorgen, Leef. Goedemorgen. Je komt ons redden. Zeker. En kijk, Chiro is er ook. Chiro, dag schat. Hondje van Leef, wat een lief beest. Dag kind, dag knonkeltje. Ach. Dag schat. Daar heeft heel veel bedrijvigheid. Ik weet wel wat het is, maar ik heb ze nog niet ontmoet. Even een handje geven. Oeh, natte voetjes. Het wordt tijd voor kaplaars. Kijk! Maar u bent er verder van op de hoogte dat u tijdelijk geen gas hebt, hè? Nou ja, dat, voor hoe lang? De hele dag. Nou, gelukkig heb ik gisteravond gedoucht. Dat scheelt allemaal heel hoog. Ah, dat scheelt. Maar mijn vriend die wilde nog wel douchen, maar
Dan is de vraag, zou ik het zeggen of zou ik het niet zeggen? De tank gaan we dan weghalen en gaan we een gaatje graven. Ja? En dan gaan we daar een nieuwe tank in leggen. Oké. Okay. Oh, kijk, er komt allemaal water uit mijn grond. Ik ga daar van afspringen. Heel wel leuk idee, die schoenen. Maar niet op de boerderie. Kijk, voetjes zijn al helemaal nat. Kijk nou eens wat er verzorgd is! Yay! Onze badkamermeubels. Eigenlijk was het te laat, want het zou de badkamer zo af zijn. Maar nu is het dus op tijd. Ja. We hebben heel vet van Left Design hebben we kastjes op maat laten maken. Allemaal zwart eikenhout, toch? Ja, eikenhout. Sommige pootjes zo daar. Woep woep. En dan komt er. Die wasbak zo bovenop. Kijk, daar hebben we onze elektricien. We hebben natuurlijk geen stopcontacten. Of lichten nog in onze kamer waar we slapen. Oh, wat vind je van ons systeem? Om de ramen af te schermen. Dat heeft Lieve bedacht. Ja, heel mooi. Ja, het spoedje zit erin. Georgie. Georgie Shore. Let op. Wat? En dan gaan daar de gipsplaten op. En kijk, daar hebben we allemaal al spotjes in gemaakt. En hier hebben ze dat ook gedaan. Kijk. En het mooie is dat hierboven slapen wij nu. Maar ze zijn dit nu aan het stukken. Dus dit raakt langzaam maar zeker af. Nog geen badkamer. Maar uiteindelijk komt het goed. En dit, kijk hoe nice dat eruit ziet, hoe strak. Ook die trap, zie je helemaal die lijnen. Echt wel chill hoor. Natuurlijk allemaal even drogen. Maar dan maak je ze helemaal als nieuw. En hier hebben we gekozen, kijk, om het zo schuin naar beneden af te laten lopen. Really nice, Thomas en Marius. Oh. Ja, zo. Kom er maar in. Ja, zit weer een week op. De tuin ligt helemaal open, op zijn gat. Ja, we hebben een hele nieuwe situatie en die loopt helemaal door tot daar. En daar gaat het ook weer verder, daar. En... Nou, op zoek naar een gasleiding. Ja, gas erop. Even de boel open. Ja. En de boer heeft een hek neergezet. Wij zijn een boer. Oh, geestig. We hebben even met ons handje klapt dat het ons land nu wordt. Ja. Dus nog een stukje tuin erbij. Gefeliciteerd. We gaan heggen kijken. We gaan heggen kijken, want we willen graag privacy hebben. Moet je bij Quick Hatch zijn, want daar hebben ze dus hoge heggen. Daar gaan we langs. We gaan bij Issa de vloer uitzoeken. Yay, gietvloer, want het schijnt dat onze vloer goed en snel genoeg droogt. Dus we hebben heel veel te doen. Filip is ondertussen even naar de gasleiding gerend, want daar moet iets gebeuren. Nou, er gaat best wel veel gebeuren eigenlijk volgende week. Oh ja, en de badkamers gaan... althans, de kinderbadkamer gaat afgemaakt worden door Levi van Badkamer Evolutie. Dus daar ben ik ook super blij mee. Nou, dit was het weer voor deze week. Volgende week zijn we weer met dus heel veel nieuwe plannen, heel veel nieuwe dingen. En ik hoop iets meer energie. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En denk je nou, ik heb wat tijd over. Ik wil een keer helpen komen schuren. Wees welkom. Ciao!